Een hele goede morgen, jongens. Het is maandagochtend. Ik zie er nog uit als een wrak. Maar leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Wij zijn net wakker. Het is 9 uur. Maar dit heerlijke dropje lag gewoon nog te slapen. En die slaapt natuurlijk bij ons op de kamer. Dus ik dacht, ik sneak heel zachtjes weg. Met mijn pyjama vis ik even van een stoel. En dan geloof ik het wel. En toen zei Lars, ik was al verbaasd dat jij zo vroeg je bed uit was. Maar de reden staat achter mij. Tada! We hadden gisteren de kerstboom binnengezet. Je moet altijd een dagje acclimatiseren voordat je eraan gaat rommelen. Dat had hij nu gedaan. Dus nou dacht ik, dan mag ik nu de lampjes erin doen. Dus het is weer helemaal gezellig hier binnen. Ik vind het mooi dat hij echt een lampje heeft. Meer lampjes nog? Ik vind dat wel leuk. Nee, maar dan wordt het zo'n lichtbal. We hebben al aan de andere kant. Ik vind dan wel zacht licht, vind ik dan wel mooi. Zeg maar zoals dat. Vind ik echt perfect. Ja, dat gaat zeker niet. Nee, niet echt. En er komen ook nog ballen in, hè? Hij is nu al mooi. Waar heb je nog liggen? Heb je nog slingen beneden? Ja, heel veel. Oké. Okay. Maar goed, dit is de kerstboom. Even mocht je het vorige week gemist hebben. We zouden geen kerstboom doen dit jaar. Want we zijn nu nog 2 weken thuis. Dan gaan we 2 weken naar Bonaire. En dan vieren we kerst wel weer thuis. Maar toen dachten we, ja, dan zijn we er best wel lang niet. Ja, je kent het wel, bla bla bla. Maar goed, aan de ene kant, er zitten andere mensen hier in huis. Dus die hebben dan een kerstboom. Is ook wel gezellig. En het is Ellie's eerste kerst. En toen we een kerstboom gingen uitzoeken met mijn ouders, want dat is bij ons een soort traditie om die met z'n allen te gaan kopen. Toen merkte niet alleen ik, maar ook Lars dat het toch een klein beetje ging steken dat wij geen kerstboom in haar huis namen. Dus toen kregen we, hadden we een compromis, want we hebben ook niet echt veel ruimte meer door de box. Want waar de box staat stond dan de kerstboom. Toen hebben we uiteindelijk gekozen voor dit schattige boompje van iets meer dan 2 meter. Dus een mooie kleine boom. En we hebben wel even de woonkamer moeten verbouwen. Maar het past. Een soort van. Het is allemaal een beetje vol nu, maar goed hè. Kunnen ons het schelen. Het wordt tijd dat we een groter huis gaan betreden. Maar dat duurt nog even. Dus, nou ja, ik ben in ieder geval heel blij. Ik ga de kerstmuziek weer aanzetten. En ik ga even op zoek naar de ballen, want ik weet eigenlijk ook niet waar ze zijn. Oh, oh, oh. La, 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 la. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Onze kleine Elin iets meer energie dan mij. Ze ligt alweer te slapen. Het is echt niet normaal. Die meid kan slapen de laatste dagen. Maar goed, ze is ook wel heel vrolijk als ze wakker is. Dus dat maakt het extra leuk. Heel even de afzagkap wat zachter. Er staat iets op de planning vandaag waar ik heel erg naar uitkijk. En wat ik vooral sinds Elin er is heel leuk vind. Het zit als volgt. Zoals je weet hebben wij precies een jaar geleden, bijna een jaar geleden... Of 2 jaar geleden alweer? 2 jaar geleden. Hoe lang hebben wij die hot tub nou? 2 jaar geleden? Of 1 jaar geleden? 2 jaar toch? Ik denk 2. Ik denk, ja. 2 jaar geleden, januari 2020, gok ik. Hebben we deze hot tub in de tuin neergezet. En het is echt fantastisch. We hebben er echt onwijs veel plezier van gehad. Zeker met de kids. Je hebt de beelden vaak genoeg voorbij zien komen. Maar er was één ding waar we niet helemaal over na hebben gedacht. En dat is het feit dat we toen hebben gekozen voor een hot tub op houtstoken zonder filter. En ja, dat maakte het toch wel iets minder aantrekkelijk om hem aan te zetten. Omdat het water niet gefilterd werd, was het gewoon als het vies was, was het vies. En dan kon je er gewoon niet zo heel veel meer aan doen. En dat maakte dat we dus het water niet opnieuw konden gebruiken.
Nou, gebruikten wij hem vooral veel als er vrienden over de vloer waren. En dan probeerde ik het wel zo te plannen dat bijvoorbeeld als de kids kwamen, dat ik dan s'avonds nog met een vriendin erin ging. Maar dan na een paar keer gebruiken was het water echt te vies om er nog in te gaan. Dus gaan we hem vandaag omruilen voor een hot tub met filter. En uiteraard als we gaan verhuizen, dan verhuist de hot tub gewoon mee. Want als er dus een filter in zit, is het water ook schoon genoeg, zodat Elin er ook in kan zwemmen. Ze krijgt volgende week de vaccinaties en dan is ze helemaal good to go. Ze kan zichzelf warm houden. Dus dan kunnen we in onze eigen tuin zwemmen met haar. En het klinkt echt als een droom. Het klinkt fantastisch. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En als het goed is, staan ze ieder moment op stoep om hem te ruilen. Dus dan kunnen we zo meteen... Ja, gaan we hem al aanzetten? We hebben eigenlijk helemaal geen tijd om erin te gaan. Nee, zo weet ik niet. Nee. Dus oké, misschien gaan we hem nog niet meteen aanzetten. We gaan even kijken hoe het allemaal loopt. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Even kijken naar hoe lief deze kat ook ligt, joh. Ongekend. Oh, en dan krijg je vandaag ook nog je vaccinatie. Jij vandaag, Elin volgende week. En zullen we afspreken dat je niet de kerstboom pakt? Hij is wel iets ondeugender dan vorig jaar, dus ik hoop dat het goed gaat. Maar ik heb expres onderin een beetje de niet breekbare dingen gehangen. Dus beter gedraag jij je vriend. Kerstkimo's. Daar staat een nieuwe versie, maar... Nou moet de oude versie eerst eruit. Hi! Ik had die huidige, die stond die heb ik gemeten. En die was een... We hebben natuurlijk wel, sinds die hot tub, zeg maar toen we hem de eerste keer naar binnen hebben gerold, was dit er nog niet. Die poort was er nog niet. En nu wel, dus dan is het sowieso 2 jaar geleden. En dit kan niet zomaar weg. Dus we hopen nou dat hij er doorheen past. Mag alweer vast gaan wennen aan mijn taak tijdens de verbouwing. Voor over een half jaar. Ieders kwaliteit, hè. Ik ben gewoon niet zo handig, maar ik kan heel goed koffie zetten. Ik mag geen tweede hand goed komen, hè? Oh, top. Nou, ik heb wel heel even je hulp nodig hier. Aan die kant? Ja. Moet ik hem hier tegenhouden? Als jij me vindt. Nee, rond die truck hoor, ik heb hem. Oké. Okay. Als jij deze goed rond wil houden, ja. We gaan hem dus samen zo erop trekken, ja? Ja. Yes. Ja, goed. Ik heb ook geholpen. Ja. Zet je aan. Blijf op de kar staan. Ja. En als jij hem dan naar achter trekt, dan vang ik hem op, zeg maar. Ja? Je kan zo gaan werken daar, schat. Oké, gaat u maar. Hoppa. Staan? Ja, hij staat. Recht? Nee, dat niet. Dus dan moeten we wel eventjes, dat wel met z'n drieën even op zijn plek doen. Okay. Ja? Ik denk het ook. Maar nogmaals, als we hem vast hebben en het lukt niet, zet hem gewoon neer. Wil je met 1 of 2 handen? 1. Maakt niet uit, wat je wilt, wat je fijn vindt. Zeg het maar. Zijn jullie klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1. Ja. Gaat dat? Ja. Ja? Ja. Ik ga mee. Ben jij er? Oké, ik moet hem heel even neerzetten hier. Ja. Wow. Waar? Nee, ik stond niet goed. Ik stond boven de propeller. Ja? Ja. Oké, 3, 2, 1. Neer? Ja, ik ben van de trap af. Gaan we hem neerzetten? Ja, zet me neer. Dan kunnen we nu schuiven. Gaat het? Ik weet dat je hem niet ziet. Heb je het zo goed gedaan, muis, bij de dierenarts? Trots op jou, hoor. En nou is het tijd, want ik heb natuurlijk het eindresultaat gemist om te gaan kijken. Het verschil is namelijk dat hier een box tegenaan zit nu. Voor de filter. Oh, wat mooi. Kijk nou. Geniaal, dan ga je natuurlijk nu via daar erin. Ja, en hij heeft nu zo'n displaytje. Dus binnenkort moet ik maar eens even met Lars gaan uitvogelen hoe dat allemaal werkt. Want dat hoef je mij natuurlijk niet te laten doen. Maar wauw, heel nice. En ik zei al, die box daarnaast is natuurlijk even een ander idee. Maar het is ook wel heel chill, want je kan daar gewoon alles opzetten en zo. Een hele borrelplank maken. Geniaal, ik ben er heel blij mee. En zaten we net even te denken wanneer we hem dan wel aan gaan zetten. Maar Lars die moet zo werken, dus we hebben nu geen tijd om het samen uit te vogelen. Ik ga dat niet in mijn eentje doen. Dus ik denk of volgende week of naar Bonaire. Maar I keep you guys posted. Want de eerste keer gaan we natuurlijk wel vastleggen. Nou, jij mag weer naar buiten. Goed zo. Ik durf de muis niet naar buiten te laten vanmorgen. Want ik dacht straks dan komt hij niet meer naar binnen. En dan krijg ik hem niet meer naar de dierenarts. Paniek, paniek. Je snapt het wel. Maar goed, hey, mooi geworden hè? Leuk, die trap ook zo naast dat
Oh. Ik ruik de schoonmaakmiddel. De was, ja, maar we hebben nieuwe wastabletten. Dus je proeft dat. Dat is goed. Hé, maar mooi. Zo, naast die kist ook. Ja, cool hè? Ja, heel mooi. Eet smakelijk. Dank je. Jij doet het kliko zitten. Ja. Een hele goede morgen jongens. Het is dinsdagochtend en ik zit bij de kapper. En het is lang geleden dat ik dit heb gedaan, maar ik ga mijn extensions eruit laten halen. En dan gaan ze er een hele week niet in. Dus ik moet zo meteen een hele week doen zonder extensions. En ik ga het vrijdag laten verven en ik wil het een keer laten verven zonder extensions. Dus dan moeten ze er eerst uit. Dan moet ik daarna mijn haar laten verven en dan moet ze er weer in. Maar goed, dat zit dan zo gepland dat er een week tussen zit. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze week me gaat bevallen. Zeker aangezien mijn haar echt super vet is. Sinds ik aan het ontzwangeren ben. Echt verschrikkelijk. Dus ja, is al een kleine haat-liefde verhouding met dit haar. Ik ben benieuwd hoe dat de komende week gaat ontwikkelen. Kan je het een beetje zien? Hier. Mijn eigen haar, jongens. Dit is hoe ik er normaal uitzie. Als ik niet gecatfished ben. Och, wat zijn die extensions toch een uitkomst. Maar het valt me niet tegen. Ik heb volgens mij nog geen ontzwangeringshaarverlies. Het lijkt nog aardig hetzelfde als normaal. Dus goed. Een ritje op deze bullenbak zou altijd... Een weekje volhouden en dan mag er weer in. Maar mijn uitgroei hieronder is echt verschrikkelijk. Dus ik ben blij dat ik vrijdag naar Iris mag. Want ik heb dan natuurlijk die onderkant al heel lang niet geverfd. Ik liet iedere keer boven de extensions verven, dus alleen hier. Maar de rest is ook wel even een keer nodig. Wat vind je van mijn haar? Jongens, de vlog is weer leuk. Ik ben er weer. Oh ja, mooi. Ja, ik vind het echt wel helemaal nieuw. Ik voel me echt een kale puppy. Dankjewel. Het kan prima. Oké, nou, we zitten gezellig voetbal te kijken. Wat zit je nou met aan mijn haar? Nou word ik helemaal gek. Onze kleinste supporter is in slaap gevallen ondertussen. En nu gaan ze scoren. Nu gaan ze scoren. Ja! Ja! Nou, hoe kan dit nou? Dat heb jij nooit, hè? Nee. Nou, ik had het laatst ook, hè? Moet je zondag de vlog maar kijken? Ik zei, wanneer komt er nou muziek op Sky Radio? En toen draaide ik de radio aan en toen was het op. Goed, hè? Nou, 1-0. Goedemorgen, jongens. Het is woensdagochtend. En wij komen net helemaal gefrist, geboost, gebadderd naar bed. Mij heeft weer uitgeslapen tot 9:30. Lars zei, ja, ik ga er nu wakker maken, hoor. Ik vind het nou te lang duren. Ik ga je meteen rijden, want dan wordt zij lekker stil. Maar wij gaan naar de verloskundige. Want het is tijd voor de spiraal. Bam, bam, bam. Ik ben een van de weinige vrouwen, denk ik, in deze maatschappij die geen nadelige gevolgen ondervond van de anticonceptiepil. Sterker nog, toen ik ermee stopte, miste ik hem echt een beetje. Maar met borstvoeding mag je niet de gewone anticonceptie en die andere anticonceptie die je wel mag. Die moet je echt heel secuur nemen op het gewenste tijdstip, zeg maar. Dus je moet hem dan, als je hem 's ochtends om 9 uur neemt, moet je hem iedere ochtend om 9 uur nemen. En ik ken mezelf, ik heb daar geen vertrouwen in. En ik hoef binnen nu en een aanzienlijke tijd nog geen tweede kind. Dus we gaan voor de spiraal. Dus op naar de verloskundige, die gaat hem zetten. Vind ik wel fijn. Fijner idee dan de huisarts. De verloskundige heeft alles toch al gezien, hè? Dus we gaan. Goedemorgen jongens, het is donderdagochtend. Ik heb gisteren even gestraald van de afwezigheid. Want het viel me toch een beetje tegen, die spiraal. Het zetten vond ik niet heel pijnlijk. Ik ben aan het einde van mijn zwangerschap ook 2 keer gestript en dat vond ik eigenlijk pijnlijker. Dus dat viel me alles mee, tussen aanhalingstekens. Het was niet fijn, maar het was ook niet verschrikkelijk. Maar daarna, ik zat in de auto terug naar huis. En ik kreeg een buikramp, echt alsof ik mega ongesteld was gewoon. Toen heb ik de rest van de dag op de bank gelegen met een kruikje en paracetamol, want ik was even klaar. En ik was ook gewoon super chagrijnig dat ik 11 weken geleden ben bevallen. En dat ik dan nu alweer zo dit soort dingen moet doen. En normaal ben ik niet zo ingewikkeld, want de pil zat mij totaal niet in de weg. En toen had ik ook zoiets van, ja prima, die slik ik wel. Maar nu denk ik, waarom moet ik alles doen? En ik weet wel, ik bedoel, als de optie er zou zijn, zou Lars het doen. Maar ik was er even chagrijnig van. Maar goed, hij zit. Ik heb nu geen last meer. Ik heb ook geen bloedverlies meer, dus ik ben blij. Als het goed is, hebben we hier dan de komende jaren geen omkijken naar. En tegen de tijd dat we weer klaar zijn voor baby'tjes, gaat hij er gewoon uit.
Elin ligt lekker op bed. Volgens mij heeft Lars er stil gekregen. En ik ga werken. En ik heb best wel... Ik heb een lege dag qua agenda. Alleen vanavond hebben we een etentje. Maar ik heb wel heel veel dingen die ik wil doen. Want volgende week zaterdag gaan we op vakantie. En er zijn gewoon heel veel dingen die ik al klaar wil hebben. We komen pas terug op kerstavond. Of zeg maar de ochtend van kerstavond. En we vieren kerstavond meteen kerst. Dus dingen als cadeaus inpakken en zo. En zorgen dat ik alles compleet heb. Dat moet nu allemaal al gebeuren. Want ik heb geen zin om dat dan die dag zelf te doen. Maar dat zijn ook dingen die ik niet op het laatste moment wil doen. Want dan ben ik druk met mijn koffer inpakken. Want ik moet ineens koffer inpakken voor twee. Dus ik ga nu vandaag aan de slag met mijn werk. Met cadeaus inpakken en dat soort dingen. Het is ook medium lekker weer. Volgens mij schijnt er een zonnetje. Dus ik wil ook even met Elin naar buiten. Dus we gaan er gewoon wat van maken, jongens. Aan de bak. Ik moet ook nog douchen, hoor. Vandaar dat dit er een beetje slonsig uitziet. Maar met dit korte haar is mijn haar heel snel droog. En ik wil het feunen. Want dan heeft het iets meer volume. En dat gaat niet als mijn kind slaapt. Want die slaapt tegen de muur van de feun aan. Oké. Slaap lekker, wou ik zeggen. Werken. Hup. Aan de bak. Mocht je denken, wat een zooi is hier achter mijn bed. Goed, zit in de was. Dus het is even een grote drama hier. Zoals je misschien wel weet, werken Lars en ik samen. In de zin van, hij doet mijn management. Dus alle samenwerking die altijd voorbij zit komen, die heeft Lars opgezet. Het leuke is natuurlijk dat Lars mij als een... Ik ga even de deur dicht doen, want ik heb het idee dat Ellie wakker wordt van mij. Dan is ze zeg maar nog niet wakker, maar wel een soort van huilerig. Lars kent mij natuurlijk als de beste en die weet ook wat voor merken er bij mij aansluiten. En hij komt zo vaak met zulke leuke dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. En dit is er één van. Ik heb het over Parfumado. En je kan wel raden waar het over gaat. Dit is parfum. En het is parfum op een hele unieke manier. Op Parfumado neem je namelijk een abonnement en krijg je iedere maand voor €14,95 een andere parfum toegestuurd. En ik zal even laten zien hoe dat er dan uitziet. Dit is zo'n doosje. Die schuif je open. Kijk. Nou, dan zie je hier op het kaartje staan welke parfum dit is. Dit is de Ocean Infinity van Rituals. En hij zit dan ook in een super fijne verpakking. Want deze gooi je natuurlijk zo in je tas. Die draai je dan open. En dan heb je dus gewoon iedere maand een nieuwe parfum. En wat ik het leuke vind hieraan. Je doet online op de website van Parfumado doe je een quiz. Voor je allerlei informatie in over je smaak. En aan de hand daarvan krijg je dus een beetje een idee wat er bij jou past. En ze hebben heel veel bekende merken zoals de Rituals. Maar ze hebben ook heel veel onbekende merken. Waardoor je dus ook weer allerlei nieuwe parfum leert kennen. En het leuke hieraan is gewoon dat je echt nieuwe dingen gaat proberen. Want heel eerlijk, als ik in zo'n parfumwinkel sta en ik spray van alles op me. Ik ruik het verschil gewoon niet. En ik eindig daardoor altijd bij de oude vertrouwen parfum. En op deze manier heb je gewoon iedere keer weer wat leuks. En wat ik zeg, dit gaat gewoon allemaal super makkelijk mee. Dus ook voor volgende week op vakantie neem ik gewoon 3 parfummetjes mee. Omdat het toch geen ruimte inneemt. Nou, is natuurlijk leuk, want ik heb zo meteen allemaal van dit soort flesjes. Ik zal even laten zien hoe die andere eruit zien. Ze hebben dus ook allemaal een eigen kleurtje. Maar als je liever gewoon het parfummetje zelf hebt, dan draai je hem open. En dan trek je hem er zo uit. En daar staat dus ook het merkje op. In het doosje waar het in komt. Kan je omdraaien, de binnenkant. En dan kan je ze zo allemaal inzetten. Zo. Dus dan kan je een hele... Staat ook op. Flip this interior to create your own perfume wardrobe. Dus dan kan je ze zo allemaal mooi neerzetten. Nou, vond ik ook heel erg leuk. Mocht je dit nou ook leuk vinden om een keertje te proberen. Ik heb een kortingscode voor je. Uiteraard. Met code D50 probeer je de eerste maand voor maar €7,50. Ik dacht, waarom past dit nou niet? Maar dit is helemaal de verkeerde doos, joh. Met code D50 probeer je dus de eerste maand voor €7,50 in plaats van €14,95. En het is een abonnementsvorm, maar je kan hem gewoon opzeggen of pauzeren wanneer je wil. Dus maak je daar geen zorgen over. Ik vind het heel erg leuk. En ik denk ook dat zoiets gewoon heel erg leuk is om cadeau te doen voor de feestdagen. Want parfum is altijd een goed idee. Maar soms weet je gewoon even niet waar je moet beginnen met zoeken. En dan is dit een prima oplossing. Nou, ik ruik in ieder geval lekker voor vanavond. We gaan namelijk vanavond ook eten met mijn schoonouders. Die zijn... aan het begin van deze maand. Volgens mij 33 jaar getrouwd. Ik weet het niet precies. 32 jaar. Nou, ze zijn in ieder geval zoveel jaar getrouwd. Dus we gaan vanavond gezellig uit eten met z'n allen in een mos. Dat is altijd wel het jammere dat we dan niet zo dichtbij elkaar wonen als familie.
Want Den Bosch is voor ons normaal 40 minuten rijden. Maar ja, als je gaat eten moet je natuurlijk in de spits gaan rijden. Dus ik ben heel benieuwd of we het allemaal gaan redden. Goed, ik ga me omkleden en dan kunnen we zo gaan. Even Ellie bij mijn moeder brengen. Want die gaat lekker oppassen. Vindt ze ook helemaal niet erg. Hallo jongens, het is vrijdagochtend en dit is niet mijn normale look. Ik zit bij de kapper, maar eerst even over gisteren. Het was zo chaotisch als ik had verwacht van tevoren dat het zou zijn. We hebben uiteindelijk 1,5 uur erover gedaan om in Den Bosch te komen, 's avonds om daar te eten. Alles was echt op het randje, op tijd, maar we hebben het heel gezellig gehad. Eén heeft het heerlijk gehad bij mijn papa en mam. En nu is het weer een nieuwe dag. Dus je hebt niks gemist, het was chaos. Ik zit flink in de folies, want ik heb voor het eerst in tijden dat ik mijn haar weer laat verven, terwijl de extensions er dus uit zijn. Dus de uitgroei was echt verschrikkelijk, het was gewoon gênant. En we gaan flink blond, dus daarom zit er flink veel folies in. Iris gaat er weer wat moois van maken. Ik ben samen met Isa gezellig, die zit nu bij Iris en mijn haar is nu aan het intrekken. Ik ben ondertussen druk bezig met het maken van een checklist voor de vakantie volgende week. Want ik weet wel hoe dit gaat. Ik ga dingen vergeten. Dus dingen als koeloplader. Ik ben een planning aan het maken wanneer ik wat wil doen. Want ik ben echt een vergiet. Ik vergeet alles. Maar dingen als een koeloplader, een koelhoeslager voor in de wagen. Koele slaapzak, wasmiddel mee. Dat zijn allemaal dingen. Daar hoefde ik voorheen nooit over na te denken. En nu moet dat ineens allemaal mee. En ik weet dat ik baal als ik dat niet mee heb. Dus ik moet even heel goed nadenken. En ik hoop dat ik dan op die manier volgende week alles bij me heb. Want we gaan over een week al. Dus ik wil een beetje voor gaan rijden. Wist me leuk. Oh ja, en weet je hoe mokerduur zonnebrand is? Als het geen zomer is en er geen aanbiedingen zijn. Normaal koop ik die dingen altijd in aanbieding. 1+1 gratis en zo. En nu, zo duur. Hey, knapperd. Je kan het lekker op vrijdag. Proost, hè? Proost. Lekker samen bij de kapper. Prima. Wij worden helemaal self-care buddies. Ja, we doen samen de wenkies. Nu weer kapper. Ja, heerlijk. Helemaal gezellig. Ja. De volgende keer nog extensions. En dan doen we echt alles. Ja, want die heb jij nu ook. Ja, die heb je nu ook. Ja, je hebt ze nu nog in. Ja. Jij niet. Ik niet. Ja, dat ben ik kale kip. Ik ben ook. Met dit haar helemaal. Kijk wat verschil tussen jou. Haar echt... en mij, maar dat van jou is ook nat nu. Ik heb nu 3 sliertjes. Maar het valt echt mee. Het is heel blond. Je ziet het nu door de toner niet, maar die gaat er zo uit. Het is heel blond. En ik ben er heel blij mee. Ik zei tegen Iris, ik wil weer een keer echt goed blond. Want doordat ik iedere keer de extension had, was het gewoon heel moeilijk. En nu gaan we natuurlijk naar Bonaire volgende week. Dus ik dacht, ja, even echt goed blond. Dus ik ben heel benieuwd als het zo uitziet. Het is droog, hoe het er dan uitziet. We lopen wel een beetje vertraging op, want het is ondertussen 4:30. En we moeten eigenlijk om 5:00 Sinterklaas vieren. Maar goed, dan maar iets later. Maakt toch niks uit. Ik denk niet dat iemand daar wakker van ligt. Ik denk het ook niet. Dames en heren, jongens en meisjes, zijn jullie klaar voor de review van mijn mooiste haarkleur keer ooit? Ik ben er zo blij mee! Ja, je kan het natuurlijk eigenlijk niet goed zien, want het is met kunstlicht en het is op een camera, maar morgen ga je het zien. Het is zo mooi, je hebt zo goed werk geleverd, Iris. Het is echt prachtig. Ja, ik ben er echt heel blij mee. En ik vind zelfs, Iris heeft het nu mooi gefeukt natuurlijk, dat ik mijn eigen haar nu, zonder extensions, ook best wel goed kan hebben of zo. Goed, nou is Iris aan de beurt. Spannend! Leuk! We gaan als nieuwe meiden naar huis. Ik wil het nooit zien, hè? Als nat kan je het nog niet zien. Nee. Moet ik. Even drogen en knippen en zo. En dan ben jij ook door. Oké, naar rechts. Nu ging het iets. Oh, krijg ik alleen dit? Ja. Nou, wat matig. Had je maar 1 cadeautje met Joep? 2 en mijn stamper. Ah. Matig. Nou, dat is toch een leuke, mooie stamper, of niet? Ja! Cadeau uitpakken, Nico. Vamos! Ik heb niet zo goed... Die andere is al open, niet? Ja, daarom. Dan kan ze al spieken. Oh, wat enig! Wat een leuk cadeau! Is een kaasfondue? Nee, is chocoladefondue. Dan kun je ze thee staan, langer dan allemaal. Lief. Is dat handig? Oh. Ja, dat vind ik dit. Rechts. Nou, schat, kan jij lekker je saté saus warm houden? Ja. Terwijl mijn kind heel sick is. Ja, dat is goed.
heb ik tijdens het Sinterklaasspel een kraslot gewonnen. En we moeten krassen om te kijken wat we hebben gewonnen. Nee, ik denk dat het zomer is. Kom hier! Doe het tegelijk uit. Hi! Oh, ik vind het wel dat ze nou de krassen. Nou. We gaan even krassen. We hebben de schaats. Dit is een krabbij. Ga jij dit verregen? Ik ga even kijken of ik rijk ben. Ik ga even kijken hoe het van mijn cadeaus afkomt. Nou, ik heb 5 euro hoor, jongens. Heb je 5 euro? Yes! Hoe is het met de Ik heb 5 euro en in één keer is ze hier hoor. Denkt ze even kijken waar ik die 5 euro weg kan, Jat? We hebben denk ik op de kast staan met 20 euro. En 5 euro's. We hebben gewonnen. Jongens, ik heb 5 euro gewonnen. Elin is ook blij. Met de 5 euro. Weet je wat we daar allemaal voor snoepjes van kunnen kopen? Tegenwoordig niet zoveel meer, want het is heel veel inflatie. Ja. Ja, een hele goede morgen, jongens. Het is zondagochtend ondertussen. Ik had vanmorgen even stress. Ik stond onder de douche en we waren om 9:30 wakker of zo. Dus het was nee, 9:15. Ik stond onder de douche en in één keer dacht ik... ik heb een vlog helemaal niet geüpload. Dus als je vorige week zondag wakker werd en geen vlog had... I'm sorry. Het is echt... Ik had hem helemaal klaar en dan vergeet ik hem gewoon te uploaden. Dat is een beetje de strekking van mijn leven de laatste dagen. Ik ben er zo niet bij met mijn hoofd. Ik word gek van mezelf. En het hoort er allemaal bij, ik weet het. Maar het is zo niet des mij om dingen te vergeten. Ik word helemaal onrustig ervan. Maar goed. Hi jongens, zondag. Ja, gisteren zaterdag was een beetje gekkenhuis. We hebben wel leuke dingen gedaan. We zijn eerst naar de oma van Lars geweest. Want die wilde ook nog even graag Sinterklaas vieren met de kids. Dus dat hebben we gedaan. En daarna zijn we meteen door geweest naar Nova. De dochter van Menno en Iris, die werd 1, of die wordt morgen 1. En dat vierde ze dus van een kinderverjaardag. En Nederland speelt, dus we hebben met hun vrienden gezellig voetbal meegekeken. En Nederland heeft gewonnen, dus ze staan in de kwartfinale. Ja, niet echt gelegenheden om te filmen, maar wel een leuke dag gehad. Daarna zijn we op de bank geklopt, waren ook bij helemaal kapot. Elin ligt nu lekker te slapen. En ik ben eten aan het voorbereiden voor vanavond. En ik krijg nu al pijn aan mijn ogen van die ui. Oeh, we krijgen namelijk zo meteen eerst kraamvisite van de collega van Lars. Dan gaan we even naar mijn ouders om de kat op te halen, want die hebben we na Sinterklaas daar gelaten. Dat vonden ze wel gezellig. Dus die is daar even logeren. En aangezien we gisteren nog weg waren, dachten we, nou, dat is een prima idee. Dus die gaan we zo even ophalen. En dan vanavond krijgen we mensen te eten. Vrienden van ons, Maud en Jesper, die komen eten. Dus ik wou iets lekkers maken. En dit was het verzoek van Lars. Dit is, weet ik ook alweer. Dit is kip rendang in rendang saus. Ik heb het al wel eens eerder gemaakt, maar ik zal het linkje van het recept even in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie dat ook laten, want het is echt onwijs lekker. Het is echt een hele dikke aanrader. Had ik nog meer te vertellen? Weet ik het niet. Vandaag was ook weer een drukke dag. Het is echt eventjes aanpoten, ook qua sociale dingen. Want je wilt natuurlijk iedereen zien. En iedereen wil Elin zien. En we gaan, of nou ja, sterker nog, over een week precies, zitten we op Bonaire. Voor 2 weken. Dus we zijn alles er nog even aan het doordouwen. Voordat we weggaan, ook qua werk. Maar dan kunnen we zo helemaal bijkomen. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt. Maar goed, voor de vakantie moet natuurlijk ook weer het een en ander voorbereid worden. Dus lekkere chaotische dagen. Je kent het wel, de dagen voor kerst. Ik merk wel dat ik echt heel goed ga op alle gezelligheid. Ik vind het zo leuk, overal de lampjes. En binnen gewoon, het is de hele dag grauw en grijs en donker. Maar als je maar binnen zit en de lampjes aan hebt, dan is het prima. Het is echt, it's the most wonderful time of the year, jongens. Papa en mama hebben de boom ook binnen. Yo! Wie scoort er?
Jammer. Ik ben dat voor de underdog. Ja, ik ook. Nou, wat zit je dan te juichen? Ja. Oké, Muis, lieve vriend. Oh, fuck, je moet ook mee. Ik weet dat jij het erg gezellig hebt gehad hier. Je merkt het ook fantastisch bij het interieur. Jij hebt dat tasje, hè? Ja, dus af en toe zijn huis aan het scherpen aan de stoel. Ja, dat is minder leuk, hè? We zijn wel tot de conclusie dat we vrij veel goede meubels hebben waar hij... Hij kan wel krabben, maar hij maakt het niet per se stuk dan. Nee. Dat is fijn. Sorry vriend, we gaan. Kom maar. Misschien moet ik hem gewoon zo doen. Giroud! En ik dacht, als we nou die Nike doos eruit halen, dan zetten we de kat gewoon daar. Dan schudt hij niet zo. Dan is hij rustiger misschien. Nou, Bumper is er ook nog bij op jouw trui. Ja. En op je shirt. Ja, die flap die gaat omhoog. With proud. Nou, kijk nou. De fam kan op reis, ja. Hoor. Hij is met zijn hoofd hier. Ja. Ik dacht met zijn hoofd aan de regen, is misschien wel een beetje. Nou, dat doet hij zo. Hij regelt het zelf. Hij kan draaien in het bakkie. Oké, we kunnen. We kunnen, Ellie. We kunnen. We hebben de kat weer terug. Ze is een beetje aan het kijken. Mijn moeder wil eigenlijk ruilen. Baby voor kat. Maar ja, daar hebben we... Dat is niet gelukt, hè, man? Ik vind de kat ook leuk. Maar de baby leuker. Nou, dat zou gek zijn als dat Nou, dankjewel voor het oppassen, jongens. Ja,